De werkzaamheden die plaatsvinden tussen de Palmentuin en de Van Roosevelt-kade zijn in afrondende fase. De oplevering moet vandaag plaatsvinden, zegt Jasmin Polak. Zij is project engineer van Ace Consultancy. Polak geeft aan dat de Wakkapassie vroeger een dam was. First Lady Ingrid Bouterse-Waldering kwam met het idee om dat gedeelte voor toeristen en de lokale bevolking in ontwikkeling te brengen. Bij de totstandkoming van de Wakkapassie is er onder meer gewerkt aan de bestrating, het verfraaien van het gebied en het construeren van cabanas. De werkzaamheden zijn in april 2018 begonnen en zijn vlot verlopen.